Het initiatief voor het monument komt van de Friese CDA-politicus Joop Atsma en Gert Veenhuizen, de manager van Landal Kouwberg. Piet die heeft de afgelopen 14 jaar heeft hij meer dan 100 uitzendingen hier in Valkenburg gedaan. En veel vanaf het park, veel voor Kerststad, veel voor Valkenburg zelf. Dus heeft heel veel betekend voor de regio. En tegelijkertijd heeft Piet mede de aanzet gegeven voor een hele bijzondere actie naar aanleiding van de wateroverlast. En dat heeft toen via Omroep Max een paar miljoen euro opgeleverd. Al jaren komen we hier en we hebben ons vrienden hier wonen en tweede thuis. Dus je vader had ook een Fries, maar ook een beetje een Limburgs hart? Nou ja, ik denk dat Limburg zeker in zijn hart zat. Ja, weet ik zeker. Wat zullen ze in Friesland dan nu van denken? Ja, het is ook nog gemaakt door een smid uit Friesland. Ja, ik denk dat in Friesland toch wel veel mensen zeggen van waarom hebben wij dat niet?